Coldplay met In My Place. Hier op Zaland 1 tijdens Airplay Spot, waar we alweer de volgende trainer aan de telefoon aan hangen. De trainer van de voetballers van Wijtenegen, Hans van Hoop. Goedemiddag, Hans. Goedemiddag. Ja, jullie speelden vandaag tegen Vaassen. Op papier een wedstrijd tussen nummer 1 en nummer 5. Anton Kleinsgaas deed voor ons verslag vandaag. In het begin was het vooral dat hij zei van... Vaassen probeert wel, maar wij moeten het spel maken. Komt uiteindelijk met 2 doelpunten op jullie op voorsprong. Door een eigen doelpunt en een voorzet die goed ingeraakt werd. Uiteindelijk win je dan met 6-0. Kun je dan spreken over een zakelijke, makkelijke overwinning, of is dat te kort door de bocht? Nee, niet zakelijk. Ik bedoel, Vaassen, dat weet je, die had na ons het minste aantal goals tegen. Hele stugge ploeg. Qua verliespunten voor deze wedstrijd kon ze ook nog op een tweede plaats komen. Ja, en inderdaad, dat wisten we ook. Ze laten jou aan de bal en zetten een blok neer op hun helft. En daar moet je onderuit spelen. En dat ging in het begin best nog wel moeizaam. En dan moet je je rust bewaren. Dat deden we. Kijk, en op het moment dat je de 1-0 maakt en na de rust gaat uitlopen in je scoren. Ja, dan hebben wij de kwaliteiten. En de drive ook met name om door te gaan. Dus zakelijke overwinning zeker niet. Alleen goed geconcentreerd gespeeld. 1 kans in de wedstrijd weggegeven. En vooral de drive om de score hoog neer te leggen was weer heel prettig om te zien. Ja, je houdt de 0, dus ook altijd wel lekker in dit geval. Want hun kwamen al snel met 10 man te staan. Dat is toch soms een moeilijke voetbal, omdat je dan hun nog meer naar achteren gaan lopen. Dan breng je uiteindelijk Chile Koopman. En Anton gaf aan van misschien wel, is dat wel een tactische wissel om meer snelheid naar voren te brengen. Was dat ook zo, of had dat een andere reden dat je hem erin bracht? Ja, we hebben op deze positie hebben 2 prima voetballers staan. In Niels Ruiter en in Tjidde Koopman. Alleen op het moment dat de ruimtes heel klein worden. Zeker toen Vaassen met 10 man kwam te spelen. Ja, dan is Tjidde een meer creatieve man dan Niels. En vandaar de wissel. Alleen het pakte heel goed uit. En Tjidde toch betrokken bij 4 doelpunten daarna. Dus. Maar goed, we zijn blij met beide. Want je kunt ze op verschillende manieren inbrengen. Ja, wat dat betreft heb je een luxe probleem soms, omdat meerdere spelers op meerdere posities kunnen. En dat is ook misschien wel de reden waarom jullie bovenaan staan en vandaag dan inderdaad met zo'n uitslag winnen. Want jullie zijn gewoon constant en veelzijdig en dat is misschien wel de kracht van wij op dit moment. Ja, we hebben een brede selectie. En belangrijk ook is, jongens gaan uitstekend mee om. Maken elkaar sterker. Weten dat we een groep van 15 hebben die allemaal in de basis kan staan. En dat is over een hele competitie natuurlijk heel prettig. En we moeten nog een heel eind. Ja, je bent er nog zeker niet inderdaad. Maar de vooruitzichten zijn niet gunstig op dit moment. Want ja, je staat eerst in. Dus dat is altijd allemaal meegenomen. Vond ik de wedstrijd tegen Kolmsgaten, die eerder afgelast werd door de scheidsrechter. Omdat het veld toen door hem afgekeurd was. Dat was inderdaad een bittere pil die zondag. Een andere tegenstander dan Vaassen, denk ik, volgende week Kolmsgaten. Ja, ik denk dat we Kolmsgaten op een juist moment krijgen. Want Kolmsgaten zelf draait na de winterstop fantastisch. Wint vandaag met Epe, van Epe. En draait ook uitstekend mee in de tweede periode. Dus mooie uitdaging van ons weer. We zijn een ploeg die niks en niemand onderschat. En zeker op dit moment Kolmsgaten niet. En het is gewoon de volgende belangrijke wedstrijd in deze competitie. En we zullen weer de handen vol krijgen. Alleen dat maakt het natuurlijk prachtig. Ja, eerst even genieten van het mooie weer en deze mooie uitslag vandaag. Hans, nogmaals gefeliciteerd en succes met de voorbereiding van volgende week. Ja, oké, dankjewel.